Goedemorgen iedereen, ik ben Maxime uit België. Ik ben ingenieur en ik ben hier in Nepal 5 maanden. Urgent Monastery is een hele goede plaats om energie te krijgen en om een goede rest te nemen. Nepalese mensen zijn echt ongelooflijk cool en ze brengen echt heel goede energie. En, dat is heel leuk om te voelen en om te leven. Pokhara is ook een hele leuke stad met vele dingen te doen. Het begin van alle trekken in de Annapurna, de stad om te verblijven. In Urgent Monastery hebben we een hele mooie zicht op de stad van Pokhara en op de Fewa Lake. Dat is een hele mooie zicht. We zijn op een berg en dat is een hele mooie gebouw, een splinternieuw gebouw. We hebben onze eigen kamer en de voeding is echt heel lekker. We hebben zeer goed dal. Dus dal is een kleine lentsoep dus die echt lekker is. Onze yoga leraar was echt heel interessant. Hij was de eerste yoga leraar. Hij was heel sterk en leerde ons heel veel dingen over yoga en meditatie.